Dag reviewvrienden, hoe is het daar? Nou, ik hoef eigenlijk niet heel erg lang te vertellen hoe het hier is. Het hier is verschrikkelijk. Ik heb dus corona. Dat hebben we opgelopen in Mallorca. Het is niet echt heel lekker. Het voelt niet echt lekker. Nee, het voelt niet echt lekker. Dus wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons argumentje opgestuurd? Helemaal niks. Want een van de symptomen van dit virus, is dat je niks proeft. Ik heb gisteren Indonesisch gegeten. Het is een soort van Indonesische rijsttafel met verschillende stukjes vlees en verschillende stukjes groente en allemaal moeilijke dingetjes. Ik proefde er helemaal niks van. Dus ik smoor een kopje koffie neem, smaakt het naar water, terwijl het echt een dubbele espresso is. Dus ik kan hier nu wel met mijn zieke hartjes dingetjes gaan proeven en zeggen dat het niet lekker is. Maar echt eerlijk kunnen we dat niet noemen dan, hè? Want alles maakt hetzelfde. Nee, het is echt verschrikkelijk. Hier, kijk, ik ben ook weer helemaal nat. Dus de enige review die ik hier kan geven is het coronavirus en het coronagriepje. Ik dacht dat ik hem al gehad had, dus dat ik hem dan niet nog een keer zou krijgen. Maar dat is een beetje dom. Maar goed, tegenwoordig is het ook dat de mensen die gevaccineerd zijn het alsnog kunnen krijgen. Dus het is allemaal niet meer helemaal te volgen. Is het een gewone griep? Wat je altijd hoort, ja, maar het is maar een gewoon griepje. Nou, ik heb best wel een gewone griep gehad. Er zitten wel wat verschillen in, moet ik eerlijk zeggen. Je bent moe, lamlendig, koortsig, zweterig, hoesten, niezen, rillen, trillen. Kijk, over het algemeen heb je een algemene pijn dan, hè, als je griep hebt. Maar ik heb echt wel pijn, hè, dat je denkt, dat is wel een hele rare pijn. Ik heb nu bijvoorbeeld echt heel veel pijn in mijn onderrug. Zo bij mijn nieren zo'n beetje. Nou, ik weet het niet hoor, maar ik heb geen pijn in mijn nieren als ik gewoon een griepje heb. Dus er zitten wel veranderingen in en verschillen. Zoals mijn ogen heel erg branderig en doet het heel erg zeer. Dat heb ik ook nooit eerder gehad. Ja. Wat je allemaal kan veroorzaken, hè, zijn er van de Chinees een broodje vleermuis eet. Overigens horen we van dat verhaal ook niet meer zo heel veel. Enfin, dus jullie moeten even wachten op weer een gewone Jans review tegen de tijd dat ik weer een beetje normaal ben. Want hier hebben we allemaal niks aan. Ja, toch wilde ik even laten weten hoe het met me gaat. En daar is het altijd op kloten. Ik voel me echt ziek. Ik voel me echt verrot. En ik ben er al helemaal klaar mee. Het is al zo erg dat ik aan de natuurgeneeskunde ben gegaan. Ik slik nu allemaal een hele meest rare troep. En bergen vitamine, want ik wil hier wel vanaf, want ik ben er helemaal klaar mee. Want zo heb ik er niet zoveel zin meer in. Nou, niet van het dak af springen hoor. Overigens, als ik dat wel zou doen, dan breek ik alleen mijn poten, want het is hartstikke laag. Nou, in ieder geval wens ik jullie allemaal heel veel plezier deze dagen. Maak er iets leuks van. Bid voor oom Jan, want die ligt in zijn bedje te huilen. Ja, mooi. Mensen.